Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat zijn departement op schema is met het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs. Gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers zei de bewindsman dat het vooral belangrijk is dat wetgeving op het gebied van onderwijs in orde wordt gemaakt. We zijn op schema. Wat is op schema zijn? We hebben onderwijsvernieuwing meer dan 20 jaar aan de gang. Als je goed bekijkt, is er sinds 2004 begonnen met de onderwijsvernieuwingen. We hebben een aantal zaken goed opgepakt. Dat is te maken met curriculumontwikkeling. Hoe ziet die nieuwe basisschool eruit van 10 jaren? Met mogelijkheden naar algemeen vormend en beroepsvorming. En nu krijgen we eindelijk 3 belangrijke wetten voor DNA. We zijn zover met de wetten, dus dat betekent de wet op het basisonderwijs. We krijgen natuurlijk ook wet op toezicht. Ja. En leerplichtwet, die komen in een pakket. Ik had graag gewild dat we ook de wet op de ouderparticipatie zouden hebben. Maar daar moet ik even inhouden, omdat je toch veel meer in de wijk en de buurt moet praten over de betrokkenheid van ouders op school en ouders bij hun kinderen. En dat vraagt wat meer overleg, zodat ik deze keer het zou bijhoren bij het pakket. De bewindsman geeft verder aan dat de randvoorwaarden voor de onderwijsvernieuwingen in orde zijn gemaakt met juridisch kader. De laatste vernieuwingen in het onderwijs zullen dit jaar nog worden doorgevoerd.